We kunnen deze zomer waarschijnlijk niet genieten van dit. En ik ga dit nu heel hard afbreken. Oh nee, kijk, ik heb een technicus die veet dit al een beetje weg. Ja, festivals. Hè. De festivalzomer staat steeds meer op losse schroeven. Het kabinet versoepelde te vroeg, waardoor de besmettingscijfers te hoog zijn om de festivals op een verantwoorde manier open te laten gaan. Het is nu tot 13 augustus. Daarna zou het misschien weer kunnen. In ieder geval, dus een Lowland staat nog gepland. Een Mysteryland volgens mij. Dat weet ik niet zeker wanneer die gepland is, maar een paar grote dancefestivals staan ook nog op de rol. IC-arts Diederik Gommers denkt dat het kabinet er verstandig aan zou doen om de eerste festivals pas later te laten plaatsvinden. Wanneer iedereen die dat wil gevaccineerd is, begin september dus pas. We komen net tijd tekort. Want je merkt eigenlijk, want we moeten ook straks een keer alles loslaten. Hè? Mm-hmm. Maar dat loslaten, dat is ergens als iedereen die zich wil laten vaccineren, gevaccineerd is. Ja, want dan hebben heel veel mensen twee prikken gehad. Hè? Ja, dat iedereen zijn twee prikken gehad heeft. En dan als je netjes doet, zou je eigenlijk nog 2 weken na de naaste Nederlander die zich wil laten vaccineren. Ja. En dan zou je willen vrijgeven. Nou, het kabinet gaat daarover, maar hij zegt, ja, ze zullen waarschijnlijk niet zoveel risico nemen, want de vorige keer ging het al mis. Tammy, hoe erg zit je te springen om weer naar een festival te gaan? Oh ja, ik zit wel heel erg te springen. Ik zag, zeg maar, ik had een paar kaartjes voor festivals gekocht en die zag ik zo langzamerhand gecanceld worden. Dus daar schrik ik ook wel van. En wat me ook wel opviel in dat stuk wat Diederik Gommers afgelopen vrijdag volgens mij zei, dat meerdaagse festivalen, dat je eigenlijk iedereen zich moet laten testen. Ook en dat je dat elke dag moet blijven doen. En dat je dat elke dag moet blijven doen. En voor mij zit daar een maatregel die gewoon onmogelijk gaat worden. Want als iedereen met zijn tentje op de camping staat, is het volgens mij best lastig om als iedereen het festivalveld op wil bij Lowlands, en ik ben er wel eens geweest, dus onmogelijk om eerst iedereen te laten testen. Dus dat zijn denk ik dingen die de toekomst somber doen kleuren. Ja, en als je dan zo kijkt, denk je dat hij gelijk heeft? Dat we eigenlijk pas vanaf half september weer festivals kunnen doen en dus festivalzomer gaat niet door? Ja, maar ik wil wel een kleine nuance erbij zetten dat het misging tussen aanhalingstekens. Het was natuurlijk slecht getimed door de overheid. Dus daar ligt natuurlijk die verantwoordelijkheid ook echt wel bij de overheid liggen. En dat hele het dansen met Janssen, dat je meteen al met een Janssen-vaccin hoppa de club in mocht. Dat zijn natuurlijk maatregelen die niet slim waren. Ik denk echt wel dat het op een goed gereguleerde manier in augustus had gekund. Maar ik denk dat we die poging 1, om het zo maar even oneerbiedig te noemen, hadden we beter kunnen overslaan, denk ik. Ja. En dat wist het kabinet denk ik ook wel. Jozef, hoe zit het in België? Ja, we hebben ook net 2 zeer belangrijke discussies gehad. Onze 2 grootste festivals. Je moet even wat dichter op de microfoon. Ja, onze 2 grootste festivals natuurlijk. Pukkelpop en Tomorrowland trekken dagelijks 70.000 mensen aan. Maar ook mensen van over de hele wereld, tientallen landen. Die gingen door, zijn last minute gecanceld. Er valt heel veel aan te ronden doen. Vooral omdat de overheid borg staat en plots miljoenen euro's gaat geven aan die festivalorganisatoren. Maar voor mij lijkt zelfs midden september nog veel te vroeg. Een zeer absurd. Waarom? Oké, alles allemaal goed en wel. In België en in Nederland is binnenkort 80-90% misschien gevaccineerd. Maar je trekt nog altijd 10.000 mensen aan van alle uithoeken van de wereld die niet allemaal 100% gevaccineerd zijn of door de maas van het net gaan glippen. Ja, daar creëer je bepaalde petri dish mee. Dat is een zeer gevaarlijk experiment. Ja, want op zich, die Delta-variant, die kan je vooral ook krijgen. Of de kans is hoog op het moment dat je maar 1 keer gevaccineerd bent. En die jongeren, die krijgen pas in augustus vaak hun 2e prik. Dus ja, creëer je dan ook niet een superspreader-event? Nee, absoluut. En je hebt nu 4 gekende varianten, maar er zijn ook varianten uit die we nog niet kennen. En dat is een zeer belangrijke. En die creëer je misschien wel met dat soort festivals. 100% zeker. Je had tienduizenden mensen van alle uithoeken van de wereld. Sommige plekken waar amper nog getest wordt of gevaccineerd was. Of men heeft fake. Er moeten maar een paar mensen zijn met een valse vaccinatie of vaccinatiebewijs. En daar heb je, en je hebt dan een festival 2 weken na elkaar waar je 70.000 mensen helemaal op elkaar hebt. It's too soon, too early. Alle empathie, alle begrip voor iedereen die wilt gaan feesten, die wilt gaan vijven. Terug Lowlands, Tomorrowland wilt, maar it's way too early, way too dangerous. Maar Tammy, we hebben de field labs gehad. Dat ging hartstikke goed.
We kunnen toch gewoon Lowlands Field Lab doen? Oh, wat was het ook alweer met Field Labs? Was toch dat de overheid niet de resultaten van Field Lab hadden afgewacht voordat ze het alles weer openknalden? Dat klopt, maar als je naar de besmettingen uit die Field Labs kijkt, dat waren niet hele hoge. Ik hoor je en ik hoor ook wat Youssef zegt, maar ik om even iets een nuance erin te brengen. Nuance, Tammy. Nee, jij bent niet van de nuance hier. Jij hebt twee mensen die heel blij zijn met jouw stem, die willen geen nuance. Eén is mijn moeder. Oh, oké. Okay. Nee, ik denk ik hoor wat je zegt, maar ik denk aan de andere kant hebben we ook te kampen met hele hoge depressie, zelfisolatie onder jongeren. En ik denk dat er een goed middenweg is te vinden. Ik hoor hier 17.000 mensen per dag. Maar waarom doen we het niet op hele kleinschalige in de regio feesten? 2.000, 3.000 mensen of zo? Nou, ik denk zelfs aan 500 of misschien 250. Dus eerste clubs misschien weer selectief ook. Ja, en dat je dat doet voor jongeren in de regio. En Amsterdam is dan heel groot. Nou, dan kan je per stadsdeel gaan doen. Weet je wel, dat je naar tussenoplossingen zoekt, zodat je wel jongeren bedient, zodat ze niet uit hun voegen schieten, elkaar ontmoeten in gereguleerde bubbels. Maar dat je inderdaad niet die massaliteit en die internationale festivals helemaal in één keer opengooit. Want daar maak je natuurlijk een goed punt. En daarbij komt ook nog eens dat ik denk voor de politieke situatie is het denk ik niet heel goed als we internationaal iedereen hierheen haalt. Dan kan iedereen weer quote-unquote de buitenlanders de schuld geven. En we hebben natuurlijk al een enorm probleem met rechtsextremisme en rechtsnationalisme. En dat voedt die sentimenten denk ik ook heel erg. Youssef, tot slot, denk je dat het politieke zelfmoord is op het moment dat het kabinet, het demissionair kabinet, nu toch zegt we gaan het toch weer proberen en het gaat weer mis? Ik weet niet wat de politieke consequenties eventueel kunnen zijn in dit huidige landschap, maar het is gewoon dom. Het stupid policy. Again, wat mensen vaak vergeten de afgelopen 2 jaar of de afgelopen 1,5 jaar is, je hebt een bepaalde volgorde die je moet respecteren. We hebben een gezondheidscrisis, een financiële, een economische en een maatschappelijke crisis. Zolang je die gezondheidscrisis niet oplost, kan je de rest ook niet oplossen. Dus we gaan steeds terug naar af met dit soort zaken. Dus ja, ik weet, is het de zelfmoord van het kabinet? Geen idee. Het is gewoon een dom idee. Een dom beleid. Dom luister naar de Belgen, als het aan jou ligt, in ieder geval Den Haag. Tammy, jij wilt het hebben over het OV. Jazeker, want ik las een bericht in de Trouw.